buiten spelen, dames. Een soort schaatsbaan, maar... Ze slijpen er gewoon een randje in, zeg maar. Welkom bij de eerste nieuwe vlog op de nieuwe boerderij. We zijn de afgelopen weken erg druk geweest, de afgelopen 2 weken moet ik zeggen. En er is heel veel op ons pad gekomen, er is al heel veel gebeurd. Vandaar dat ik dat in deze vlog wil vertellen. Voor als eerst de koeien naar buiten, was een prachtig gezicht. Het plan was eigenlijk om de koeien die hier al liepen, de 60 stuks van de vorige eigenaar, om die te gaan weiden. Die kenden het weiden al. En zodra die met weiden bezig zijn en we deden daar dan de koeien van de melkrobotstal bij tussen, dan zullen ze elkaar leren weiden. Want van de andere boerderij kennen de koeien de weiden het als jongvee, maar niet als koe zijnde. En zo hopen we eigenlijk in stapjes het weiden ook aan die koeien te kunnen leren. Maar dat is dus een beetje mislukt door het slechte weer. Het was 1 dag mooi weer en dat heeft wel hele mooie beelden opgeleverd toen de koeien naar buiten gingen. Zo, kijk ze eens gaan. Joehoe! Lekker buiten spelen, dames. De eerste happen gras worden genomen. Mooi geluid van gras. Verder wouden we natuurlijk direct aan de slag in de stal. Het is een mooie moderne stal. Hij is gebouwd in 2015 en ziet er erg goed uit. Alleen het enigste nadeel was van deze stal was dat de vloer heel glad was. Koeien konden uitglijden en ze renden liever niet door de stal heen. Nou, koe wil graag natuurlijk gedrag laten vertonen. Rennen, huppelen, springen, tochtig zijn, stoeien met elkaar. En dat lukt alleen op een goede vloer waar je grip op hebt. Dus we hebben iemand gebeld en die kwam bij ons de rozen opruwen. En daar zijn deze beelden van. Daar hebben we een mooie laser voor op zitten. Je kan die mee recht draaien als het ware. Ja, er is nog iemand bezig met dezelfde soort machine. En wat ze doen is eigenlijk kleine... Ze slijpen er gewoon een randje in, zeg maar. Wat ze eigenlijk doen is een... rooster opruwen.
Een soort slijptol maakt ze er allemaal kleine spleetjes in. Ik zal jullie even laten zien hoe glad de roosters eigenlijk zijn. Het is een soort schaatsbaan, maar het is mooi glad. De koeien kunnen hierover uitglijden. En dat willen we natuurlijk niet. De koeien moeten niet vallen en uitglijden, daar krijg je blessures van en dat is alleen maar moeilijk. Ook laten ze minder goed hun tocht zien op een gladde vloer, wanneer ze moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. En we doen ze alleen als ze zich vertrouwd voelen op de ondergrond. Dus daarom zijn we ze aan het opruwen. Morgen zijn ze om 7 uur begonnen met z'n tweeën en de stal is ongeveer een dikke 1200 vierkante meter. Dat hebben ze knap gedaan. Hier moet het laatste stukje nog. Het is nu weer 7 uur 's avonds en ze rammen de stal zo in één keer in met z'n tweeën op één dag. Het werkt super mooi. Goed, de verdere werkzaamheden zijn natuurlijk, je koopt een stal en je wilt het graag naar je eigen zin maken. Ze hebben hier mooie selectiepoorten. We zijn hier bezig met wat hekjes aan het maken. Onze klusjesman Rick, die heeft hier een mooi hekje tussen gezet, je kunt zien. Heeft wat nieuws aangezet. Iedere boer werkt weer op zijn eigen manier. En iedere boer wil natuurlijk op zijn eigen manier die koeien verzorgen of in een apart hok doen om te checken. Bij de robot ging dat redelijk automatisch allemaal. De koeien werden uitgeselecteerd. En je haalde even een koe op, die deed hem achter de robot. En het selecteerde uit en dat kon je eigenlijk gedurende de hele dag doen. Met melken zit toch wat meer aan tijden vast. Dus 's morgens en 's avonds melk je gewoon. En dan komen die koeien op de plek waar je ze wil hebben. En dan kun je er mee doen wat je wil. Even hekjes overal maken, dat je koeien makkelijk naar hun plek kunt geleiden. En makkelijk werken scheelt echt de helft van de tijd. Kijk, de bus, roosteropruwen.nl. Ze hebben daar nog een grote aggregaat staan voor de krachtstroom van de twee machines. Wel leuk verhaaltje, ik heb stage gelopen in Portugal 2 zomers geleden. Daar was Gerben ook, die is met de bus uit Nederland komen rijden en die heeft daarbij een boer in Portugal met 600 koeien de betonvloer opgeruwd. Er was een dichte betonvloer waar hij redelijk grote gleuven in heeft gemaakt en daar hadden de koeien ook weer grip. Dus ik denk, die man die kan het goed. Laten we hem maar een keer weer bellen. Dus, Gerben van roosteropruwen.nl. Dikke duimpje omhoog voor de jongens. Ze hebben het in één dag gered en knap werk. Goed, het was even een korte vlog van de eerste werkzaamheden hier op het nieuwe bedrijf bij de familie. We hebben er allemaal heel veel zin in de nieuwe ontwikkelingen die er dus aankomen. We gaan de volgende stappen gaan we natuurlijk volgen met de camera en jullie zijn er natuurlijk bij. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het was een kleine update over de stal. Aankomende vlogs gaan natuurlijk over hoe het nou gaat op het nieuwe bedrijf. We gaan de koeien verplaatsen. We gaan aan het melken met elkaar. En ik hoop jullie te vermaken met deze video's. Abonneer, dan mis je niks en dan gaan we er tegenaan. Tot later!